Yo Nintendo fans, het is tijd om Pokémon kampioen te worden! Kijk, Geeta staat daar al. Ik weet zeker dat Geeta haar duimpje omhoog gaat doen. Als wij Pokémon kampioen worden, doet ze haar duimpje omhoog. En doe jij dat ook? En abonneer! Dan mis je geen enkele video. Ook niet als er nieuwe Pokémon of Nintendo games uitkomen. Dan gaan we die ook gewoon spelen op dit kanaal. Zet het belletje aan. Geeta zegt hallo. Hallo! Dit is het! Eindelijk! Je bent bij de Pokémon League! Dit is de laatste test voordat je kampioen gaat worden. En het wordt hier gehouden. Hier, in dit gebouw. Geeta wenst ons heel veel geluk. We ontmoeten elkaar snel. Echt een van de tofst uitziende karakters in Pokémon game ooit hoor. Die is echt vet, Geeta. Wie ben jij? Ben jij de gatekeeper? Ben jij de bewaker van de Pokémon League? Ben je klaar voor de Pokémon League's assessment? Assessment? Moet ik een assessment doen? Wat voor assessment? Oh, we moeten eerst naar een interviewkamer. We moeten worden geïnterviewd. Yo, jou ken ik. Ik heb jou vaker gezien. Jij bent Rika, toch? Heb je altijd een bril op? Dat kan ik me niet herinneren. Rika bedankt ons voor het komen. In deze video gaan we alle vier de members van de Elite Four proberen te verslaan. En laat in de reacties even weten welke Elite Four member vind jij het coolst. We moeten even gaan zitten. Oh, wow, wat een nerveus muziekje. Oké, ik ga zitten hier op deze stoel. Hallo? Jeetje, wat een kamer ook. Een saaie kamer. Dit wordt het eerste deel van het assessment. Een interview. We hebben alle 8 badges. Nou, dat is mooi. Rika wil een paar vragen stellen. Oh, we moeten hier goed over nadenken, want we kunnen ook falen tijdens dit interview. Hoe ben je hier gekomen? Ik heb het laatste stukje gelopen, denk ik. Ja, oké. Ja, dat is goed. De school waarin ik zit, dat is de Naranja Academie. Ja, oké. Dit zijn nog wel makkelijke vragen. Wat brengt je bij de Pokémon League? Ik wil kampioen worden. Pokémon kampioen, let's go. Dat is altijd mijn doel in Pokémon games. Oké. Ook goed beantwoord. Wat willen we doen als we kampioen zijn geworden? Ik wil nog meer schatten vinden. Ja, is dat oké? Welke van de 8 gyms vond je het moeilijkste? Oh ja, dat was... welke was het ook alweer? Daar was ik echt bijna kapot. De gym van Tulip. Dat was volgens mij de Alfornada gym? De Alfornada gym, toch? Was dat dan ook eigenlijk de gym die ik als laatste moest doen? Aangezien die hier als laatste in de lijst staat. Wat was de naam van de gymleader? Ja, als het goed is, is dat dus Tulip, toch? Oh, spannend, spannend. Ja, kijk eens. Rika, die kijkt vrolijk. Welk type Pokémon gebruikte Tulip? Ja, dat was Psychic. Ja, daar had ik hartstikke veel moeite mee. Oh man, Rika maakt het echt spannend. Is het nog steeds goed? Lekker. Je moet een hoop Pokémon hebben ontmoet om hier te komen. Rikachu en Rika. Ja, zeker wel. Heel veel. Wat was de categorie van mijn eerste partner? Ja, dat was natuurlijk de Duckling Pokémon. Dat was Quaxley. Quackle de Quackle. Oké, let's go. Very good, very good. Oh, je gaat nog een vraag herhalen. Wat ik wil worden als ik Pokémon kampioen word? Ja, Treasure. Dat heb ik net ook al gezegd, Rika. Waarom moet je je vraag herhalen? Ben je het vergeten? Waarom moet ik dit interview doen? Wat is dit? Laat me gewoon Pokémon battles doen. Oké, de laatste vraag voor dit interview. Ja, hou je van Pokémon? Natuurlijk hou ik van Pokémon. Wat denken jij? En dan hier nee zeggen, weet je wel. Nee, ik vind Pokémon stom. Dan mag je zeker niet gaan battelen. Hey, good job, kiddo. Betekent dat dat ik het heb gehaald? Ik heb het gehaald. Ben ik nu Pokémon kampioen? Nee, we hebben het eerste onderdeel gehaald. First try, lekker man. Oké, nu gaan we door naar de Elite Test. En daarmee zal je de Elite Four onder ogen komen in Pokémon Battles. Maar ja, dat is al jaren zo. Dat is elke generatie al zo. Ik ben wel benieuwd wie jullie allemaal zijn. Wie de Elite Four is. Oh ja, ik heb mijn Pokémon een klein beetje getraind. Ik heb ze niet overpowered gemaakt, maar sommige waren level 57. Die zijn nu level 60, 61. En de Pokémon die level 61 waren, zijn nu 63, 64. Dus ik denk dat het hiermee moet gaan lukken. We weten trouwens al wie de Elite Four zijn. Dat weten we al. Rika is Elite Four. En dat kleine meisje is Elite Four. En volgens mij ook één van de professors. We weten er al 3 van de 4, denk ik. Let's go, Rika. Je hebt je bril afgedaan. Nu wordt het serieus. Nu wordt het serieus. Maar wat voor Pokémon heb jij dan bij je? Welk type Pokémon hou jij van, Rika? Wishcash. Ik heb Kilowattrel. Die is water en gras. Ik ga voor Hurricane. Let's go. Let's go. Die is helemaal geen water en gras trouwens. Ik lieg. Die is water en ground. Oh, ik moet nog een keer Hurricane doen. Ja, lekker. Ik raak hem. Oké, ik wou zeggen gras. Gras is natuurlijk super effectief tegen Wishcash. Maar die heb ik niet. Dus ik moest het even zo oplossen. Nu, Donphan. Voor Donphan hebben we Quaquaval nodig. Zou zijn specialiteit Ground-type Pokémon zijn? Ik bedoel, Wishcash is Ground. Donphan heeft volgens mij ook Ground. Let's go! Ja, als jij Ground-type Pokémon hebt... Oh, dan gaat Quaquaval jullie eventjes kapot maken, hoor. Oh nee, hij heeft Sturdy. Oh, Earthquake. Nee! No! Oké, ik overleef het. Ik was even bang dat wij dat niet gingen overleven. overleven. Sturdy is zo vervelend, jongen. Heel naar. Oké, Donphan is ook down. Lekker. Nu Ductrio. Ductrio heeft sowieso geen Sturdy. Ja, het is overduidelijk Ground-type. Rika met Ground-type Pokémonies. Oh, je bent sneller. Je gaat Sandstorm doen en zo. Vind ik ook niet zo chill. Dan word ik elke beurt weer een klein beetje geraakt. Hopelijk sloop ik hem in één keer. Ik denk het wel. Ductrio's verdediging is nooit zo heel goed. Die is weg. Lekker. Nu worden we wel natuurlijk geraakt door die stomme Sandstorm. Camerupt. Oké, ja, daar hou ik sowieso vast aan Quaquaval. Camerupt maken we ook in één keer kapot. Dat kan haast niet anders. Let's go. Ja, easy, easy. Heel nice. Hoeveel heb je er nog over? Ik denk nog 2 Pokémon. Nu Clodsire. Oké, Clodsire. We kennen Clodsire goed natuurlijk. Wateraanvallen hebben waarschijnlijk geen effect op hem. Waarschijnlijk heeft hij namelijk die ability dat hij water omzet in HP. Ik denk dat ik voor Satitan moet gaan. IJs is goed. Tegen ground natuurlijk. Shiny Staraptor! Let's go! Nog steeds zo cool. Alright, klotsaaiertje. Ik denk wel dat ik sneller ben, dus ik ga voor Ice Spinner. Oh nee, oh no, oh. Dit is de terrestrializing shittle. Dit is al zijn laatste Pokémon. Oké, niet opgelet. Daar gaat hij. Ja, een ground-type is hij nu dus geworden. Helemaal top. Ice Spinner erbovenop. Oh, bijna in één keer kapot. Hij gebruikt Toxic. Daarmee poisont hij mij. Vind ik helemaal prima. Nu word ik dus wel geraakt door de Sandstorm en de Poison. Dit is op zich een goede tactiek. Maar dat had je misschien aan het begin van je battle moeten doen, man. Niet aan het einde. Oké, Clodsire gaat voor de verdediging. Protect. Waardoor ik nog een keer word geraakt. Door de Sandstorm en door de Poison. Dit is op zich slimme tactiek, hoor. Kijk, Clodsire heeft nu nog niet echt een echte aanval gedaan. En ik heb toch al bijna 100 damage gepakt. Satitan heeft gewoon bijna 300 HP, jongen. What? Clodsire is down. En dan hebben we Rika verslagen. Ik had het zo grappig gevonden als dat kleintje dan Chew heette, jongen. Dan hadden we gewoon Rika en Chew. Dat zou echt geniaal zijn. Lekker! Eerste battle gefixt. Not bad, kiddo. Dankjewel, Rika. Dat was nummer 1. Rika zegt, dat was oneerlijk. Ik had dit nooit kunnen winnen. Maar een hele goede battle. Het voelde zelfs goed om te verliezen. Oké dan. Er zijn niet veel trainers die de elite test kunnen halen. Maar wie weet, wie weet. Misschien ga jij het halen, Rikachu. De tweede van de Elite Four is sterker dan Rika. Hé, daar is Poppy. Poppy Woppy. Even kijken hoor. Wat voor type zal zij hebben? Ze heeft een ketting om haar nek hangen. Lijkt op staal, denk ik. Staal? Zo'n kleine meid. You bet I will. Ze zei ook in het verleden een keer dat haar Pokémon de hardste waren van allemaal, volgens mij. En er is niks harder dan staal natuurlijk. Oké, we gaan eventjes healen. Zo. Super chill dat dat nu allemaal zo kan. En nog een antidote. Antidootje voor Clodsire. En nu moet ik dus vuur, fighting of ground hebben. Ik zou een Annihilape kunnen gebruiken. Nou, Clodsire is ook een goeie voor deze battle. Als het tenminste steel is. Quaquaval heeft natuurlijk ook een fighting move. Ik begin met Annihilape. Poppy, let's go! Wel een beetje jammer dat dat allemaal gewoon in deze ruimte is. Vroeger had je echt van die vette arena's en zo, maar dit is gewoon in één kamer. Dat vind ik jammer. Poppy zegt, cool dat je dit hebt gehaald. Maar dit wordt jouw bye-bye, meneer. Mijn Pokémon zijn super sterk. Jouw slappe aanvallen hebben geen effect. Oh? Oh? Ik kan niet wachten tot je mijn vrienden ontmoet. Dus hier komen ze. I love Poppy. Ik vind haar geweldig. Zijn wel echt leuke mensen bij de Elite Four. Geeta is vet en Poppy is ook cool. We beginnen tegen Copperraja. Oké. Let's go, Annihilape. Oh, ik ben 6 levels hoger. Ik kan Stomping Tantrum doen. Maar ik kan ook Close Combat doen. Ik ga gewoon vol op de Close Combat. We gaan ervan uit dat we gewoon sneller zijn en bijna iedereen kunnen one-shotten. Dan maakt het allemaal niet uit. Kijk, mijn defense en mijn special defense gaan heel erg naar beneden hierdoor. Dus het zou zomaar kunnen dat als ik dan strakjes wel een keer geraakt word, dat ik echt de Sjaak ben. Nu Corviknight, dat is natuurlijk ook Flying-type. Dan ga ik voor Kilowattrel. Want Corviknight is natuurlijk ook weak against electric. Electric-type moves. What up, Corviknight? Oké, discharge. Go, 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 go. Oeh, bijna in één keer. Net niet helemaal. Ik ben benieuwd wat Corviknight gaat doen. Die gaat zichzelf verdedigen. Oké. Had ik zelf niet gedaan, Poppy. Maar, oké. Wat jij wil. Hotse flats. Corviknight ook kapot. Ik heb tot nu toe gelukkig wel counters. Dat vind ik heel nice. Zou Magnus zo'n Levitate hebben? Ik denk het haast wel. Dus ik ga toch weer voor Annihilape. Met Levitate zorg je er namelijk voor dat ground-type moves je niet kunnen raken. Dus dan heeft het niet zo heel veel zin om Clodsire in te zetten. Ik wou eigenlijk met Clodsire beginnen. Maar bij de derde Pokémon heb ik Clodsire nog steeds niet gebruikt. We gaan weer voor Close Combat. We gaan weer voor die one-shot. Ja, ik denk dat dit wel moet lukken, man. Oh nee, heeft hij Sturdy? Nee, hij heeft geen Levitate. Hij heeft Sturdy. Ik denk dat Annihilape nu wel een probleempje heeft. Als ik nu aangevallen word... Oh, hij gaat voor Lightscreen. Dan ga ik voor Shadow Punch, want die mist nooit. En dan kan ik het daarmee afmaken. Protect en lightscreen en zo, oké. Ze willen hun team blijkbaar heel erg goed beschermen. Dat doe je goed. Poppy gaat vol op de verdediging. Dan nu tegen Bronzonkie. Hier had ik wel ground moeten gebruiken. Oh, maar ik kan ook voor Ghost-type moves gaan. Want Bronzong is natuurlijk ook nog even psychic-y. Maar ik ga hem niet in één keer daarmee slopen. Bronzong! Bronzong! Niet mij slaan! Oké, Zen Headbutt is een probleem. Oh, ik overleef het wel. Ik overleef het wel. Met Shadow Punch kan ik Bronzong finishen. Maar Annihilape is nu denk ik wel klaar. Alhoewel, ik zou hem nog kunnen gebruiken, want hij is ook super snel. Dus ik zou een risico kunnen nemen. Oh, Quaquaval even nu nieuwe aanval leren. Zo casual. Wave Crash. Die ken ik niet, die move. Ja, hele sterke wateraanval, maar daarmee damage die ook zichzelf. En daar hou ik nooit zo van. Dus die ga ik niet leren. Nu dan Tinkaton. Nou, nu gaan we wel Clodsire een keer inzetten, hoor. Clodsire, je bent eindelijk aan de beurt, jongen. Oh, maar dit is de laatste Pokémon van Poppy. Ze zegt, ik ben niet bang. Mijn laatste Pokémon gaat dit voor mij fixen. Tinkaton. Oh, die is wel cool. Wow, kijk die hamer. Deze past zo goed bij Poppy, deze Pokémon. Ah, dit is zo cool. Poppy met Tinkaton is echt een gouden combinatie. Ze noemt het ook Tinky. Ja, heel cool. We gaan allebei terrestrializen. Poppy is wel sneller. Dus ik ben benieuwd wat ze gaat doen. En daar is de terrestrialized Tinkaton. Hartstikke idee. Daar ga ik met Clodsire. Ze denkt nog steeds dat ze gaat winnen. Onze vriendin Poppy. Tinkaton gebruikt Gigaton Hammer. Oh, is dat die overpowered move waar jullie het allemaal over hebben? Zo, die is wel sterk, ja. Die is niet eens super effectief, maar kijk wat een damage dat ding doet. Earthquake! Hopelijk. In één keer kapot. Ja hoor, bye bye Tinkaton. Oh, wel echt een leuke Pokémon. Jullie hadden gelijk hierover. Tinkaton is cool. Tweede battle ook gefixt. Sorry, Poppy. No, nee. Oh, ze zijn maar verdrietig. Niet verdrietig zijn, Poppy. Je hebt het gewoon goed gedaan. Ah, maar ik wil de revenge voor jou nemen, Rika. Nou, het is allemaal niet erg. De volgende man komt naar voren. Wie is dan de volgende van de Elite Four? Mr. Larry. Is het de gymleader, Larry? Niet, volgens mij wel. Ja, daar is hij. De doodgewone man. Ik vond Larry sowieso een van de leukste gymleaders. Samen met de water-type gymleader. Die vond ik ook cool. Hey, Larry, man. Ja, lang geleden. Ik had geen idee. Ik ga even een eater gebruiken voor Annihilape op close combat. Want het zou zomaar kunnen dat we die 5 keer moeten gaan gebruiken. Maar het komt bijna nooit voor dat een gymleader ook Elite Four member is. En dan ook nog de normal-type gymleader. Nou, helemaal leuk. Let's go, Larry. Bij de gym gebruik ik normal-type Pokémon. Want die lijken op mij. Oh! Huh? Je gebruikt geen normal type Pokémon hier. Ja, maar dat is niet eerlijk, hè? Dat is niet eerlijk. Jij doet je voor als iemand anders. En hij zegt ook, als je een klacht hebt, dan kan je die bij Geeta inleveren, die klacht. Oké. Tropius. Heb je grass-type Pokémon? Of flying-type? Tropius ook flying. Oh ja, flying-type. Oké. Dan moeten we Kilowattrel hebben. Ja, ik ben hier niet zo blij mee. Want ik denk dat een flying-type move een groot probleem is voor Annihilate. Sunny Day, daar begint hij mee. Zal ik gewoon gaan switchen? Ik ga gewoon switchen. Best wel kans dat Kilowattrel damage gaat pakken nu. Oeh, Solar Beam. Oh, doet niet heel veel pijn. Ik ben altijd bang voor Solar Beam. Maakt niet uit. Ook al is die not very effective, dan ben ik er nog bang voor. Ah, ik mis mijn Hurricane aanval. No. Dan nu Dragon Pulse. Kilowattrel heeft het zwaar, jongens. Maar jij bent degene die dit moet fixen. Hurricane raakt nu wel en Tropius is down. Komt hij opeens met zijn flying-type Pokémon. Gast, jongen. Je hebt opeens allemaal andere Pokémon. Nu Altaria. Oh, dan ga ik toch even switchen. Dan switch ik naar Satitan. Dan ga ik natuurlijk voor ijstype moves. Let's go, Satitan! Dat geluid wat hij ook maakt klinkt echt als een walvis of zo. Echt vet. Altaria! IJsspinner! Oké dan. Easy. Bye bye Altaria. Hoppakee, leveltje omhoog. Nu Staraptor. Ja, maar die had jij ook al, hè. Die had jij ook bij de normal type gym. Ik kon natuurlijk ook gewoon Satitan blijven gebruiken. Maar ik ga toch nog even voor Kilowattrel. We gaan voor Discharge. Ja, deze Pokémon die had toen echt... Die Staraptor die gaf me toen best wel wat moeite. Nu is die in één keer kapot. Lekker bezig. Nu Oricorio. Nou, dat moet ook niet zo'n probleem zijn. Oricorio is toch niet zo'n goede Pokémon, jongens. Ik denk dat dit zijn minste Pokémon is. Oh, en hier heeft hij de nummer 1. Oké. Oh, wat? Oh, is de... Oh... Is dit de elektrische Oricorio? Ik denk het, hè? Ja, dat zal het wel zijn. Kilowattrel is in ieder geval bijna down. Maar Oricorio is ook down. En dan kan ik voor het laatst misschien dan zijn Titan gebruiken. Ik weet niet meer welke die komt. Met Flamigo. Ik weet zijn typing niet zo goed. Maar ik ga gewoon voor zijn Titan. Terrestrializing! Ice Spinner! Larry gaat ook terrestrializen. En hij zegt gezegd van... Ja, er komt waarschijnlijk kreuken in mijn pak. Maar ik moet dit doen. Deze man is zo gewoon gebleven. Heerlijk. Deze Pokémon is echt vet weird, jongen. Flamigo. Het is gewoon... Het is letterlijk een Flamigo. Er is bijna niks bijzonders aan Flamigo. Maar oké. Fijn dat ik trouwens na elke battle gewoon kan terrestrializen. Dat is wel heel nice. Oké, ik krijg een... Wow, close combat op mijn hoofd. Die deed echt heel erg veel pijn. Beter maak ik hem in één klap kapot. Die close combat was echt niet chill. Freaking Flamigo. Omdat ik jou beledigde, doe je mij zoveel pijn. Maar het is einde verhaal voor jou, jongen. Het is klaar. Zo, maar dat deed wel pijn. Die had ik niet verwacht. Sorry, Larry, maar ja... Ook jij hebt het onderspit gedelft. Larry zegt, je bent sterker dan dat ik me herinner. Het is geen wonder dat La Primera jou wel tof vindt. Nu dan. Het laatste lid van de Elite Four. Ja, weet ik wie die is. Alleen... Ja, Hassel. Zo heette hij. Hij is ook een keer langsgekomen in een gym al. En toen zei hij ook van, ja, kan niet wachten tot jij je laat zien bij de Elite Four. Hassel? Hallo? Rika zegt, Larry, je moet even wat harder praten. Deze man heeft zo weinig emotie. Rika schreeuwde, Hassel, jij bent. Ja, en daar is hij hoor. Oké dan. Ik heb geen idee welk type Pokémon Hassel heeft, man. Zou die Dragons hebben? Dat zou wel cool zijn, hè? Als die Dragons heeft, dan moet ik natuurlijk beginnen met zijn Titan. Ja, ik weet het niet, jongens. Ik weet het niet. Laten we gewoon beginnen. Ik kan ook niks afleiden aan zijn outfit eigenlijk. Hij was er zeker van dat we dit gingen halen. Maar ik had niet verwacht dat het nu al zou zijn. Zo snel. Oh, hij vergeet zijn rol als docent op dit moment. Hij gaat al zijn kracht gebruiken om te proberen mij te verslaan. Ja, Dragon! Ah, dat is wel cool, man. Zijn ogen die verraden misschien wel wat. Ik bedoel, hij heeft wel van die ogen die bij Dragon-type Pokémon passen. Misschien had ik dat onbewust soort van gezien. Hij begint met Noivern. Is Noivern Dragon? Dat wist ik niet eens, joh. Ik ben wel bang dat ik langzamer ben dan Noivern. Oh, nee, Superfang. Nee, dat is zo vervelend, want die pakt gewoon gelijk de helft van je HP. Dat is echt een hele irritante move. Hoppakee, Noivern weg. Daar gaat je eerste draak. Nu Hexorus. Nice setup met die Superfang om dan daarna Hexorus te gebruiken. Maar ik denk wel dat ik hem ga verslaan. Oef, Iron Head. Oh, ik overleef hem. Hierna moet ik echt even een Max Potion gaan gebruiken. Hexorus! Ja, is ook down. Wow, maar zijn Titan is wel een beest, hoor. Is wel een beest. Ik ben blij dat hij geëvolved is. Daar hebben we heel veel aan. Oké, tijd voor een Max Potion. Mijn eerste Potion tijdens een battle, dus het gaat eigenlijk echt super goed. Dragalgy. Ik vind die heel vet. Ik heb Dragalgy ook een keer gebruikt in een playthrough. Is best ook wel een goede Pokémon. En is inderdaad ook Poison, dus hij gaat voor Sludge Bomb. Ah, en hij poisont me ook gewoon gelijk, hè. Hassel gaat het me wel iets moeilijker maken, denk ik. Ik ben alweer de helft van mijn HP kwijt, joh. Oeh, dat betekent dat ik hierna gewoon down ga. Oh, als ik langzamer was geweest, maar dat ben ik niet. Ik ben sneller en ik maak Dragalgy kapot. Alright. Oh, straks heb ik nog een full restore nodig ook, joh. Nu Flapple. Ja, die moet ik ook wel kunnen verslaan, hopelijk. Met zijn Titan. Oh, ik ben weer sneller. Heel fijn dit. Ja, dan gaat Flapple sowieso op down, toch? Oh, deze Ice-type moves maken als draken kapot, jongen. De MVP, jongen. Zijn Titan. Quaquaval heeft nog echt bijna niks gedaan, joh. Baxcalibur. Dat klinkt als Excalibur. Excalibur was een zwaard. Ik bedoel, het legendarische zwaard van King Arthur. Dus dan zou je denken dat hij Steel-type is? Steel Dragon? Of hij zou fighting Dragon kunnen zijn. Ik ga in ieder geval even wisselen. Laat me een Annihilape even proberen. Als die steel is, dan gaan we daar een super effective op gooien. Ben je al bij je laatste Pokémon? Ben je echt al bij je laatste? Oh, oké. Maar waarom hebben jullie maar 5 Pokémon? Ik ga niet terrestrializen, want ik weet niet of dit super effective is. Dus ik ga gewoon close combat doen. Kom! Oh, Great Dragon! Neem een Terra Jewel als kroon. Het is wel vette Pokémon, man. Dus dat is de draak Pokémon van deze generatie. Baxcalibur. Ah, ja, hij is natuurlijk nu ook geterratijd naar Dragon. Ik had dat gewoon kunnen weten. Dus eigenlijk had ik gewoon ijstype Pokémon kunnen houden. Close combat is... Doet niet heel veel pijn. Oké, wat ga jij dan doen? Oh, wat heb jij voor move? Glaive Rush. Je gaat mij one-shotten, hè? Holy moly. Oké. Heb ik ergens nog een Fairy-type move verstopt? Dragon is not very effective tegen Steel. Dus ik zou King Ambit kunnen gebruiken. Heeft hij ook nog wat gedaan, joh. Anders doet hij helemaal niks tijdens deze Elite Four. Oeh, Retaliate kan ik nu natuurlijk doen. Want in de vorige beurt is er iemand down gegaan. Dus dan is deze aanval 2 keer zo krachtig. Oh, Brick Break. Oh, die kent hij ook nog. Hij kent ook nog Fighting-type moves. Retaliate. Ah nee, hij overleeft het. Is er een move waarbij ik als eerste ga? Ah, ik weiger om jou down te laten gaan, King Ambit. Dat gaat niet gebeuren. Ik ga Quaquaval inzetten. En ik weet dat water not very effective is tegen Dragon. Ah, overleef het. En ik ga toch Aqua Jet doen, jongens. Daarmee ben ik altijd sneller. Ja, en daarmee finish ik hem ook. Ik was even bang dat dat niet genoeg zou zijn. Maar goed, het is wel genoeg. En Baxcalibur is down. Goeie Pokémon, man. Hij heeft echt voor problemen gezorgd bij mij. Lekker gedaan, Quaquaval en de rest van mijn team P. Iedereen heeft al zijn aandeel gehad. Maar de machtige draken van Hassel zijn kapot. Helemaal kapot. Ah, dit heb je echt gedaan. Ja, Rika, we hebben... Oh my gosh, zijn we nu Pokémon kampioen? Larry, die snapt er niks van. Hassel moet een beetje huilen. Hassel is zo trots op mij. Oh, Poppy komt troosten. Oh, is dat zijn opa? Dat is de opa van Poppy. Oh joh, is het een familiebedrijf? Rika zegt, anyway, het resultaat van deze elite test van de Pokémon assessment, of van de kampioens-assessment is gehaald. Geen twijfel mogelijk. Poppy, ja, die zegt, je bent sterker dan staal. Larry zegt alleen, yep. En Hassel is helemaal geëmotioneerd. Maar er is nog één ding wat we moeten doen. De laatste opdracht. We moeten door die deur erachter lopen. En daar is Geeta. En die gaan we proberen te verslaan in de volgende video. Dus als je dat wil zien, abonneer. Dan ben je erbij. Zet het duimpje aan, want dan mis je niks. Duimpje aan? Duimpje aan? Het belletje aan. Dan weet je wat, doe het belletje omhoog. Duimpje aan. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel.